Hoofdstuk 3. Paragraaf extra. Buitensluiten of meedoen? Even een duik in de Nederlandse geschiedenis. In Nederland geldt het algemeen kiesrecht vanaf 1919. Het algemeen kiesrecht betekent dat zowel mannen als vrouwen vanaf 18 jaar of ouder mogen stemmen. In de periode van 1919 tot 1965 zie je duidelijk een verzuiling in Nederland. We hebben 4 verschillende zuilen. Een zuil van protestanten, een zuil van katholieken, eentje van socialisten en een van liberalen. Dit houdt in dat mensen eigenlijk een beetje in hun eigen zuil leven. Ze bemoeien zich weinig met anderen en vinden dat eigenlijk ook wel prima. Na 1965 zie je duidelijk de onzuiling opkomen. Mensen zijn nieuwsgierig en gaan kijken bij anderen. Dit wordt onder andere geholpen door de opkomst van de massamedia, zoals radio en televisie. Als we dan kijken naar de huidige tijd, dan zie je dat we leven in een tv-democratie. Politici zeggen van alles op tv. Je ziet dus een verharding van de politiek. Tegelijkertijd zie je dat door de moderne media burgers ook meer invloed kunnen krijgen op de politiek. Dat is eigenlijk hoe macht een beetje is verdeeld in de afgelopen eeuw in Nederland. Als we dan gaan kijken naar de hele wereld, je ziet hoe het daaraan toe gaat, dan nemen we even de Verenigde Naties erbij. Je ziet dat bijna eigenlijk alle landen, dus alles in de kleur blauw, lid zijn. Uiteraard is Antarctica niet lid, want er woont niemand. En een gedeelte van de westelijke Sahara, waar ook niemand woont, is ook nog grijs. Maar eigenlijk is iedereen wel lid. Toch zijn er over de hele wereld natuurlijk nog wel veel problemen. Zo ken je in China bijvoorbeeld nog de doodstraf. Is in het Midden-Oosten de mensenrechten nog wel eens een probleem? En zie je dat er in Afrika nog veel oorlogen zijn? De Verenigde Naties proberen daar iets aan te doen. Zo proberen ze voor iedereen school mogelijk te maken. Sturen ze blauwhelmen, dus VN-soldaten, naar oorlogsgebieden. En helpen ze met het opzetten van landbouwprojecten, zodat mensen zelf voedsel kunnen verbouwen, waardoor de armoede minder wordt in de wereld.